Als we het hebben over een oplaadkabel, dan denk je vaak niet aan iets bijzonders. Native Union heeft daar wel iets heel bijzonders van gemaakt. De eerste, vind ik ook meteen de meest bijzondere, is dit. Dit heet de Native Union Jump Cable. En wat hij doet is eigenlijk gewoon fungeren als een normale oplaadkabel. Dus aan de ene kant heb je hier een Lightning stekkertje en aan de andere kant een USB. En dan kun je hem gewoon gebruiken als een normale oplaadkabel. Maar dit stekkertje wat hier tussen zit, hier zit een kleine accu in verborgen. Dus terwijl je je iPad of iPhone, wat dan ook, aan het opladen bent, dan laat hij zichzelf ook op. Nou, het werkt als volgt. Je kan hem gewoon in je computer doen of natuurlijk in een oplaadblokje. En vervolgens je iPhone gaan opladen. Nou, dan begint hij met opladen zoals we gewoon normaal gewend zijn. Maar als je hier goed naar het blokje hier kijkt, dan zie je dat hij zichzelf ook aan het laden is. Dus hij knippert hier met de lampjes en dan geeft weer in hoeverre de accu hiervan opgeladen is. En vervolgens als die vol is, dan kun je hem dus gebruiken op deze manier. Namelijk los dat hij ergens aan vast zit, is hij nu ook mijn telefoon aan het laden. Je moet je niet vergissen, dit is er niet voor bedoeld om je iPhone meerdere malen op te laden. Dat kan die ook niet, daar is hij ook veel te klein voor. Het is meer bedoeld voor noodsituaties, want voor zo'n iPhone 5S wat ik heb, haal je ongeveer zo'n extra 30% aan batterijniveau als je hem hier aan hangt. Dus stel je voor je zit in de trein en hij is bijna leeg je telefoon, dan kun je nog een extra 30% krijgen om toch nog thuis te komen zonder dat je telefoon leeg is. Ken je dat je ergens bent en dan een Lightning kabel nodig hebt? Nou, dat komt wel eens regelmatig voor, je hebt het niet altijd bij je, je hebt niet altijd bijvoorbeeld je tas bij je. Daar heeft Native Union ook wat voor, het heet de Key Cable. En dat is eigenlijk een hele leuke, simpele, hele lichte ook sleutelhanger. En daarin zit een, even kijken, een Lightning kabel in verborgen. Dat is een hele kleintje, om even snel wat over te zetten of je telefoon op te laden. Maar omdat je hem als een sleutelhanger gebruikt, heb je eigenlijk nooit door dat je hem bij je hebt, want je hebt je sleutels, als het goed is, toch altijd bij. En tot slot hebben we de Night Cable van Native Union. En dat is eigenlijk een kabel bedoeld voor op je nachtkastje. Wat je ziet is hier een soort van een anker. Dat zorgt ervoor dat het eigenlijk op je nachtkastje blijft en niet wegglijdt. Verder is de kabel erg lang, 3 meter. En dat geeft, geeft je eigenlijk de mogelijkheid om de iPhone of je iPad te gebruiken terwijl je hem aan het laden bent. Verder zien we het materiaalgebruik hier van Native Union, en dat hebben die andere twee ook. Ze hebben heel stug en een soort van een strijkijzersnoer, waardoor het erg duurzaam is en heel lang meegaat. Hiermee heeft Native Union de standaard saaie traditionele kabel eigenlijk wat mooi en bijzonder gemaakt. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Wil je ze zelf zien? Kom dan naar een van onze winkels of kijk op onze webshop.